فجروا المنطقه كلها، البيوت تخربت، العمار كلها هي تراح، ما فيش حد قادر يخش البيوت. Inwoners van de Gaza-strook zitten al jarenlang vast. Sinds Hamas de aanval opende op Israël, kunnen ze al helemaal geen kant meer op. Wie er bij Hamas zitten en wat de Gaza-strook is, dat leggen we je uit in deze video. Palestijnen wonen op verschillende plekken in Oost-Jeruzalem, de westelijke Jordaan-oever en de Gaza-strook. Gaza ligt tussen Egypte, Israël en de Middellandse Zee. Het gebied is ongeveer 40 kilometer lang en op de meeste plekken zo'n 10 kilometer breed. Qua oppervlakte is het ongeveer 2 keer zo groot als het eiland Texel. Toch wonen er meer dan 2 miljoen Palestijnen. Dat maakt de Gazastrook een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. En de leefomstandigheden zijn er slecht. Heel erg slecht, weet ook onze correspondent Olaf Koens. Gaza wordt volledig door de buitenwereld afgesloten door Israël en een klein beetje door Egypte. Ik ben er vaak geweest, daar aan de andere kant. We hebben er heel veel reportages gemaakt, een hoop mensen gesproken. De rode lijn in al die verhalen is altijd dat de situatie onleefbaar is. Het is onhoudbaar. Gazanen mogen er niet zomaar uit. Er staat een hek omheen, ze zitten opgesloten. Hulp komt maar mondjesmaat binnen. Zeker wanneer er conflict is, wanneer de oorlog opnieuw oplaait, dan wordt alles afgesloten. Er komt geen elektriciteit, geen water. Er komen ook maar amper hulpgoederen binnen en zelfs geen medische benodigdheden. Israël en Egypte zeggen dat ze dat doen om zichzelf te beschermen tegen Hamas. De inwoners van Gaza en ook internationale organisaties hebben voor de Gazastrook een hele andere benaming. Die zeggen het is 's werelds grootste openluchtgevangenis. Hamas is een Palestijnse beweging die sinds 2007 de dienst uitmaakt in de Gazastrook. Het is een politieke organisatie die onder andere zorgt voor het levensonderhoud van inwoners. Maar het meest bekend en berucht is de paramilitaire tak van Hamas, de Kazam-brigade. Onder andere de EU en de VS beschouwen hen als een terreurorganisatie. Leden van Hamas zien zichzelf juist als vrijheidsstrijders die het gebied willen bevrijden van de blokkade door Israël. Door de huidige oorlog tussen Hamas en Israël wordt het leven van de Palestijnen in de Gazastrook alleen nog maar uitzichtlozer. Zo'n 80% van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. Maar als reactie op de aanval van Hamas heeft Israël een volledige blokkade van Gaza afgekondigd. Er was al een groot tekort aan alles en het wordt alleen maar erger. Deze oorlog is natuurlijk een nieuw dieptepunt. Al zolang ik hier correspondent ben, zegt Hamas dat ze zullen winnen tegen elke prijs. En zegt Israël dat het eens en voor altijd af zou rekenen met Gaza. Maar een oorlog kent natuurlijk geen winnaars. De hoogste prijs zal betaald worden door nog veel meer onschuldige slachtoffers. Vroeger zou ik dan nog iets vertellen over de hoop op misschien een twee-staten-oplossing of dat er wordt gewerkt aan een vredesplan. Die hoop lijkt verdwenen. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.